Dag dames en heren, mijn naam is Ferdi Postma en u kijkt naar de eerste aflevering van Jeronimus Lokaal. Hierin brengen wij u voortaan het laatste nieuws en de laatste activiteiten uit de bos en omgeving. In deze eerste aflevering gaan wij het hebben over Nulanders die eigen hondenuitlaat plaatsen willen, en over Empelaren die een hardloopwedstrijd organiseren voor het goede doel. Ja, vandaag ben ik in Nuland, thuis op de bank bij Jet Elting. Jet heeft een uh, hondje Hannes. En er speelt nogal wat in, in Nuland, hè, onder de hondenbezitters. Wat is er aan de hand? Nou, de hondenbelasting is sinds uh, Nuland bijgemeten in de bos gekomen, is je is verdubbeld. En er is nogal wat, vinden wij in ieder geval. En heb je meerdere honden, wordt het prijs nog alleen maar veel hoger. En dan willen we eigenlijk uh, dat er hondenuitrenveldjes komen. Dat is veiliger voor de hond en veiliger voor de mensen. Ja. Uh, hondenuitlaatveldjes uh, moeten er komen. Uh, zijn die er dan nog niet in Nieuwland? Nee, helemaal geen één. En je mag ze ook nergens loslaten. Dus ja, dan moet je aan de riem moet je uitlaten, terwijl ze eigenlijk ook graag een keer willen rennen. Want niet iedereen heeft een grote plaats dat de hond zomaar even rond kan rennen. Ja, ja heel uh, begrijpelijk als ik het uh, zo hoor. Uh, je noemde net ook de veiligheid, het draagt bij aan de veiligheid. Op welke manier is dat zo? Nou, als ze aan het rennen zijn, dan kunnen ze zomaar, tenminste onze Hannes, als die een andere hond ziet, dan schiet hij in één keer de weg over. Nou, dat, kan ik niet, uh, dat vind ik niet leuk. Of er komt een auto aan, of een fietser, of uh, dat is gewoon veel te gevaarlijk. En voor de hond ook. Dus uh, het is voor mens en dier eigenlijk veel veiliger. Ja, dus het uh, voorkomt uh, ongelukken, uh, kunnen we zeggen. En de hond kan uh, lekker spelen. Dus het, uh, het mes snijdt aan twee kanten. Ja, inderdaad. Kinderen spelen ook graag en honden ook. Ja. Nou, dat, ik denk dat het een mooie samenvatting is uh, van, van uh, de behoefte die er is. Uh, in Den Bosch en in Rosmalen zijn dit soort veldjes, uh, geloof ik wel. Uh, wat vindt u ervan dat, dat zijn ook gemeentes waar ook hondenbelasting betaald wordt, dat daar dit soort hondenveldjes er wel zijn en in Nuland niet? Ja, ja, inderdaad. Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want daarom wil ik ze in Nuland ook hebben. Maar ja... We zitten nog maar net bij gemeente Den Bosch, dus ik hoop dat de gemeente het ook in Nuland gaat doen. Nat, op dit moment is er wel de mogelijkheid hier in Nuland om met de hond bijvoorbeeld over de Zomerdijk te lopen of achter de kerk. Waarom volstaan die plaatsen niet als hondenuitlaatplaats? Ja, daar weet ik eigenlijk ook niet, want het is hier op de Zomerdijk, zou een heel mooie plek zijn. Maar ja, dat is van een boer natuurlijk, die land. En ja, of de gemeente Den Bosch daar iets mee kan doen, dat je het over kan nemen of nat dan heb je nog euh, achter de kerk, aan de, bij de Hazenkamp, daarnaast, heb je ook een mooie groene strook. Ja, daar zouden ze ook een mooi hondenuitrenveld van kunnen maken. Je hebt op de Pelgrimhoeve, daar gaan ze nu bouwen. Nou, dat zou ook een mooi stuk kunnen zijn. En dan heb je nog in de nieuwe wijk, nou weet ik niet precies hoe dat is, achter de boer, Oude Boerenbond, heb je ook een mooie groene strookjes dat ze er van kunnen maken. Dus dan heb je er sowieso al vier. U noemt uh, al vier opties. Uh, begrijp ik dan ook dat er behoefte is aan meerdere honden uit laat plaatsen? Of, of zou eentje volstaan? Hoe, hoe zit dat? Nou, ik denk dat eentje te weinig is. Want als je van één kant van Nederland helemaal naar de andere kant van Nederland moet om je hond uit uh, flink te kunnen laten rennen, dan is je toch te moe om terug te lopen? Dus uh, daar heb je niks aan. Het moet toch ook leuk zijn voor de hond. Ja. Dus daarom vind ik meerdere plekken toch fijner als uh, dat je maar één plek hebt. We staan hier nu op het veld, vlakbij de Zomerdijk van een, van een boer. Uh, Jet, jij gaf aan dat dit een van de geschikte locaties zou zijn voor een hondenuitlaatplaats. Ja, inderdaad. Het is een mooi groot veld. Als ze de helft zouden gebruiken, zou ook al voldoende zijn. En je kan het mooi rondom met een hek afzetten. En dan is het geen gevaar voor de hond en voor, uh, voor de mens. Dus dit is een van de locaties die je zou willen voorstellen, die je zou willen opperen richting de, de gemeente Den Bos. Ja, inderdaad. En dan heb je ook nog de pelgrim -mover. dat moet nog gebouwd worden. Dus daar hebben ze ook van die grote plekken dat ze eventueel iets af kunnen zetten. Ja, nou ja, uh, Hannes die heeft het hier prima naar zijn zin. Uh, ja, wel. Dus, uh, <laughs> ja. Hij vindt het leuk. Uh, u gaf eerder al aan dat u uh, bezig bent om dit voor mekaar te krijgen. Wat heeft u tot nu toe gedaan om dit te bereiken, om dit te proberen te bereiken? Ik heb vanaf uh, februari 2014 ben ik bezig geweest met gemeente Maasdonk. Nou, die hadden het budget er niet voor, dus toen moesten we wachten tot 2015 in Den bos. Daar heb ik november 2014 heb ik al mee contact gehad met Den bos. Nou, dat is eigenlijk gaan lopen totdat ze in maart, april kwamen ze erachter dat via dorpsraad moet. Ja. Dus uh, daar ben ik nu weer mee bezig met de dorpsraad. En, en, en hoe, hoe gaat dat dan met die dorpsraad? Geven ze gehoor aan, aan, aan de oproepen, aan de verzoeken om, om dit in behandeling te nemen, dat er een hond uit dat plaats moet komen? Nou, ik heb twee mailtjes gestuurd en je in één reactie op teruggekregen. Dus uh, wat die ermee doen, weet ik ook niet. Dus bij daar dat ik deze eigenlijk ja, hier toch gebruik van wil maken en dat ik toch een uh, oproep wil doen aan de hondenbezitters. En, en wat is die oproep? Nou, ik wil uh, oproep doen aan alle hondenbezitters. Kom 2 juli naar het Prins Bernardplein om half acht. Ik geloof dat het om 8 uur begint. En zoveel mogelijk hondenbezitters dat ze in een hondenlaag of een hondenhaag, dat ze er tussendoor zo naar de meent kunnen gaan. En dan weten ze dat het nodig is om in gemeente Maasdonk Rijnveldjes te maken. JET, wij wensen jou en alle Nulanders heel veel succes toe. Dat er maar snel uitlaatplaatsen mogen komen in Nuland. Dan gaan we nu over naar het volgende onderwerp. Wij spraken met twee Empelaren die betrokken zijn bij de organisatie van een hardloopwedstrijd. Deze wedstrijd heet de Omloop van EmpeL en daaraan doen zo'n 650 deelnemers mee om geld op te halen voor het goede doel. En binnen de omloop van Empel ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor, het, uh, ja, voor de deelnemers, voor het lopen en het, de looptechnische aspecten die bij zo'n omloop uh, komen kijken. Ik ben Birte van Roosmalen. Mijn rol bij de omloop van Empel is het zoeken van sponsoren die ons graag willen ondersteunen. En bij de Stichting Running Blind is mijn rol om te zorgen dat er een hoop lopers komen, dat ze enthousiast blijven, lekker kunnen trainen. En ook buddies zoeken die kunnen helpen met het lopen van de slechtzienden. De afstanden die gelopen worden, dat zijn een 5 en een 10 kilometer loop en natuurlijk ook een kidsrun. De 5 kilometer gaat langs het nieuwe Maxima kanaal en de 10 kilometer gaat via de grote wielen over de brug en komt dan ook weer terug bij de as. Hardlopen met de visuele beperking gaat, heeft natuurlijk veel te maken met vertrouwen. Je moet veel vertrouwen hebben met de buddies en je moet ja, elkaar kunnen sturen. Ze zien natuurlijk niks, dus je moet zorgen dat je elkaar daarmee kunt helpen. Dat doen we door middel van een koortje. Die heb je allebei vast, waardoor je dus kunt sturen welke kant je heen wil. En ook als we mensen doof zijn, we hebben ook een hoop slecht erbij en dan werken we met tikjes. Wij zijn nog steeds op zoek naar uh, vrijwilligers. En de vrijwilligers die we eigenlijk momenteel voor ogen hebben, zijn mensen die ook handen spandienst kunnen doen tijdens de, de omloop. En die kunnen zich nog steeds aanmelden via de site www.omloopvanempel.nl. Met de geldopbrengst die we overhouden van omloop van Empel. Eerst worden natuurlijk alle kosten die we gemaakt hebben, worden daarmee betaald. Een deel wat we overhouden bewaren we tot volgend jaar. Dat we meteen een beetje een startersbudget hebben, want dat was dit jaar best wel spannend. En een stuk van de, wat we overhouden gaat naar Running Blind. Den Bos. Sponsoren kunnen we altijd nog gebruiken. Financieel en sponsoren zijn natuurlijk het, uh, ja, altijd gewild. Maar we zijn eigenlijk ook nog specifiek op zoek naar een groenteboer. die uh, nog een aantal bananen heeft liggen. die we aan de finish kunnen uitdelen aan de lopers. die net een uh, super prestatie hebben geleverd. Ik wil met Running Blind bereiken. Dus dat je kan laten zien dat iedereen uh, kan hardlopen. Dat hardlopen laagdrempelig is. Als je doorzet kun je alles bereiken. En uh, dat je elkaar kunt steunen overal mee. Ja, hardlopen werp je weer terug op jezelf. Je wordt geconfronteerd met je eigen mogelijkheden en je onmogelijkheden. Maar je kan ook heel snel vooruitgang zien en daar dus ook uh, plezier aan beleven. Je bent buiten zonder dat je last hebt van ja, de omgeving, van andere mensen. Het is, ja, ik vind het heerlijk. Ja. Als mensen nog interesse hebben om meer te weten, kunnen ze op de website kijken. www.runningblind.nl En als mensen meer vragen hebben over het programma van de Omloop van Empel, kunnen ze kijken op de website www.omloopvanempel.nl Alex en Berthe, wij wensen jullie en alle deelnemers aan de omloop van Empel heel veel plezier toe. Dat jullie maar een mooi bedrag bij elkaar mogen verzamelen voor het goede doel. Tot zover deze eerste aflevering van Jeronimus Lokaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Houdoe!